Ik ben Quinten Martinez, ik ben 21 jaar en ik ben gehuurd van Heerenveen. Waarom heb jij voor Sparta gekozen? Nou, omdat Sparta vind ik sowieso een hele mooie club. Ze spelen hoog in de Jupiler League. Dat vond ik wel een goed idee om dan naar Sparta te gaan, omdat ze hoog spelen. En dan moeten ze dan ook wel veel aanvallen. En ja, dan kom ik aan bod, zeg maar. En dat was zeg maar mijn keuze. Want wat voor type speler ben jij? Nou, je kan me wel een echte linksbuiten noemen. Ja. Wie is je grote voorbeeld? Robin is wel een van mijn voorbeelden, ja. Ben je ook een linksbenige linksbuiten? Ja, links. Wat zijn jouw sterke punten, vind je zelf? Ik denk dat ik wel een mannetje kan passeren en voorzet afleveren. Nou, dat zijn wel mijn sterkste punten, met mijn snelheid. En je wordt uitgeleend aan Sparta. In de eerste divisie betekent dat je ook nog mindere punten hebt waar je moet gaan werken. Wil je het niveau van de Heerenveen gaan halen? Wat zijn je mindere punten? Waar moet je nog aan werken? Ik denk dat ik misschien wat meer... wat beslissender kan zijn. Wat meer rendement uit mijn spel halen. Ik denk dat ik daar wel moet aan gaan werken. Nu heb je het afgelopen jaar heel veel samengewerkt met Asaidi en met name Narsing. Die heeft die omslag op een gegeven moment gemaakt, zegt hij zelf. Ja. Dat is een omslag die jij ook wil gaan maken en daar vanuit verder richting grotere clubs? Ja, zeker. Ze zijn wel voorbeelden van me. Dus die kant wil ik ook natuurlijk op. Dus zo zie ik het dan ook. Heb je veel met hun gepraat in het afgelopen jaar en veel van hun kunnen opsteken? Ja, heel veel. Ze spelen op mijn posities, dus daar kan ik heel veel van leren natuurlijk. Is het wel een nadeel dat er vorig jaar zulke goede spelers op die plekken stonden bij Heerenveen voor jou? Omdat je dan zelf weinig aan bod komt? Ja, aan de ene kant kan je dat wel zeggen, maar aan de andere kant denk ik van... ze staan zulke goede voor je en daar kan je van leren. En als ze zo goed zijn, dan worden ze ook al een keer verkocht. En dan meestal kom je dan een aanzet. En ik hoop nu hier bij Sparta te laten zien wat ik kan. En dan weer terug naar Heerenveen te gaan om me daar weer te gaan bewijzen. Want de kans, zoals jij zegt, dat ze verkocht gaan worden, is dit jaar ook heel erg groot. Zij gaan waarschijnlijk weg. Was het dan geen afweging om daar juist te blijven? Ja, maar dat is allemaal anders gelopen. En ik wil gewoon zeker weten dat ik speel. En ik denk mijn kans hier groter ligt als bij Heerenveen. Ja, want dat hebben ze al gezegd bij Heerenveen, dat je ook het volgende jaar niet heel veel aan bod komt waarschijnlijk. Nou, ze hebben niet gezegd dat, maar het was gewoon van dat ze niet zeker konden zeggen van ja, je gaat spelen. Dus en ik wil iets meer zekerheid. En daarom denk ik dat ik voor Sparta heb gekozen. Dat het beter voor mij is om elke week te gaan spelen en zo steeds mijn niveau omhoog te krikken, zeg maar. Ik ben Martijn de Vries, 20 jaar en ik kom van Excelsior. En wat voor type speler ben jij? Een opkomende linker vleugelverdediger die altijd hard werkt en nooit het team in de steek zal laten. En je komt over van Excelsior. Ja. Waarom heb je ervoor gekozen of moest je daar vertrekken? Excelsior koos ervoor om contract niet te verlengen, omdat ze doorgingen met een speler van Feyenoord. En toen kwam Sparta en had ik een goed gevoel bij. Dus daarom heb ik voor Sparta gekozen. En verklaar dat het goede gevoel is. Ja, ik heb een goed gesprek gehad en het is natuurlijk een club van traditie, mooi stadion en echt een grote club in Rotterdam. Wat wordt jouw rol hier? In de voorbereiding moet ik me zien te bewijzen voor om echt bij de selectie te komen en dan probeer ik een stand-in voor Slijngaard te worden. Want dat is jouw eerste doel, proberen bij de selectie aan te haken en anders zou je in het tweede zelfs terecht kunnen komen? Dat zou een mogelijkheid zijn, maar daar ga ik niet van uit. Want je hebt je al op eredivisie niveau heb je zelfs al gespeeld, hè? Ja, precies. Ik heb 3 wedstrijden bij Excelsior in de eredivisie gespeeld. En als ik daarop terugkijk, heb ik goede wedstrijden gespeeld. Dus het zou wel raar zijn voor mij als ik terug naar het tweede ga. Dus je hebt er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken om de stand-in voor Donovan Slijngaard te worden? Dat heb ik zeker, ja. Veel succes. Ja, dankjewel. Ik ben Donovan Deekman, ik ben 23 jaar oud en ik kom van Sporting Lokeren. En waarom kies jij voor Sparta? Sparta heeft mij kunnen overtuigen van een mooie club. Vertrouwen van de technisch directeur, vertrouwen van de hoofdtrainer.
Dus het lijkt me wel een mooie club om te voetballen. Was het de enige aanbieding die je had? Volgens mij niet, hè? Nee, het was inderdaad niet de enige aanbieding. Maar Sparta kwam wel het concreet uit de bocht. Dus dan is een keuze snel gemaakt. Want wat voor aanbiedingen waren er nog meer? Nog aanbiedingen uit de Eredivisie. En ook in België zelf. Maar ik heb er toch voor gekozen om de stap te zetten naar Sparta. Ja, want waarom verkies je dan Sparta boven een Eredivisieclub, vraag ik me dan af? Wat ik net al zei, Sparta was concreet en die zijn heel direct. Dus dan van horen zeggen, daar heb ik weinig aan als voetballer. Ik heb graag duidelijkheid. Nu heb je een hele goede beginperiode gehad bij Loker, hè? En daarna is het meer minder gegaan. Hoe kun je die periode verklaren? Het is voetbal, hè. Dat weet je nooit van tevoren. Het is inderdaad goed begonnen. Ging minder en ik ben sterk geëindigd. Ik heb mijn laatste wedstrijden heb ik afgemaakt in de belofte van Lokeren. Ik heb daar 9 wedstrijden gespeeld. Ik heb daar 20 goals gemaakt. Dus dan, ik kijk er toch wel positief op terug. En nu naar Sparta. Wat wil jij voor Sparta gaan betekenen? Ik wil graag... ik wil mezelf toch wel kunnen bewijzen hier. Wat ik waard ben. Wat ik zeg maar de jaren... gemist heb, dat ik het weer terug kan halen. En ik denk dat het wel gaat lukken bij Sparta. Wat voor type voetballer ben jij? We hebben je natuurlijk een aantal jaren niet meer gezien in Nederland. Je hebt natuurlijk bij Heerenveen heb je wel af en toe zien spelen, maar wat voor type voetballer ben jij? Ik ben een snelle, intelligente aanvaller. Ik kan goals er mee pikken. En ik ben goed in het uitschakelen van mijn directe tegenstander. Ja, zelfs verdedigend doe je goed mee? Ja, dat ook. Dat ook. Het zal geen probleem moeten zijn. Veel plezier en veel succes bij Sparta. Dank je.